Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken wil dat de personeelswet 1962 wordt aangepast. Hij gaat een wetsvoorstel indienen om enkele artikelen aan te passen. Met de aanvulling van artikel 25 van de personeelswet wordt beoogd ambtenaren die na evaluatie niet voldoen aan de functievereisten terug te zetten in de oorspronkelijke functie. De bewindsman geeft verder aan dat vanaf zijn aantreden hij onrechtvaardige benoemingen heeft geconstateerd binnen zijn ministerie. Om meer ongeoorloofde situaties in de toekomst te voorkomen, zal een aantal artikelen spoedig gewijzigd moeten worden, bevestigt de minister tegenover onze nieuwsdienst. Als je iets meemaakt en we blijven klagen en we doen er niets aan, dan gaat er nooit wat veranderen. Dus wat ik heb meegemaakt als minister OW, daarom heb ik het zelf gedaan, is dat er veel ontevredenheid was op het ministerie. En ik ben toen gaan onderzoeken wat er aan de hand was en wat bleek dat om wat voor reden ook politici mensen verschillende benoemingen geven zonder enig bewijs of zonder enige prestatie. En dan krijg je dus dat mensen die misschien geen diploma hebben plotseling een beleidsadviseur worden. Of je krijgt een benoeming waarbij iemand niet voldoet aan de wet, de visowet, maar hij krijgt toch die benoeming. Maar er is ook geen omschrijving erbij, er is geen enkel toelichting, er is geen enkel transparantie in het proces. Dus daarom zeg ik, ik wil dat wetsartikel wijzigen, waarbij we eisen eigenlijk in de wet dat als dat gebeurt, het een transparant verloop moet hebben. Want anders krijg je ontevredenheid en onrechtvaardigheid. Minister Brontus Omoharjo van Binnenlandse Zaken is het eens met zijn collega van OW dat de personeelswet moet worden aangepast, omdat veel hierin is achterhaald en verouderd. De bewindsman is van mening dat de aanpassing het hele land, te meer het ambtenarenstelsel, ten goede zal komen. Als minister van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor het overige personeelsbeleid, ben ik het er helemaal mee eens om de personeelswet te veranderen. We zijn ook gestart daarmee om aanvang te maken. Het gaat meer om een integrale wijziging. We willen de algemene bepalingen veranderen. Grondslag van het dienstverband en mutaties. Rechten en plichten van de laatdienaren. Bijzondere beloningen, schorsingen en beëindiging van het dienstverband. Die willen wij allemaal veranderen. Ook bijvoorbeeld weer de eedaflegging van de ambtenaren. Weet je, om de integriteit van de ambtenaren weer beter te zetten, op peil te brengen. Dus wij zijn helemaal eens met het ministerie van Openbare Werken. En we zijn voornemens om dit jaar nog te starten met het wijzigen van het personeel. Dus dat moet natuurlijk allemaal naar het parlement. Dat is zodat het ook het wijzigen, zodat we ook beter ons HRM-beleid kunnen faciliteren. En nogmaals, het doel van het veranderen van de personeelswet is om onze HRM-beleid beter te kunnen faciliteren. Dat is heel belangrijk voor ons. Betekent dit dat alle ministeries dan nu een HRM-afdeling gaan hebben in plaats van een personeelszakenafdeling? Is dat ook een van de hoofddoelen? Ja, kijk, het ministerie van Binnenlandse Zaken die heeft het HRM-directoraat. Maar het is inderdaad de bedoeling dat de ministeries een HRM-afdeling hebben, waaruit wij als het ministerie van Binnenlandse Zaken directieven kunnen geven, zodat het HRM-beleid overheidsbreed veel beter wordt aangepakt. Minister Brontus Omoharjo van Binnenlandse Zaken. De bewindslieden werken ernaar om de wet binnen 6 maanden aangepast te krijgen. Het wetsvoorstel is reeds doorgestuurd naar de regering voor bestudering.